ja, ik weet niet. Spider-Man heeft toch gewoon, hij heeft de meeste swagger van iedereen eigenlijk. Ik denk toch wel Spider-Man. Mijn favoriete superheld is moeilijk. Het is in ieder geval niet Spider-Man. En ik was altijd wel fan van Bruno de Bruno. De nachtsalon hier is 29 mei op een donderdagavond. Tussen 8 en 11. Hun hebben gewoon die shit gecreëerd. Beter waren die ook. In die 3 uur kun je onder andere een documentaire zien over real life superheroes. Wist je dat Stanley Jones was? In het café gaan Franklin en Hazy hip-hop draaien. Shit is wel Joods. Cassette Boy gaat optreden. Fucking hard, de Joden hebben gewoon een Marvel NDC gepitcht. Er zijn rondleidingen door de expositie. Is echt handig hoor dit. En er is een lezing van iemand van de UvA die onderzoek doet naar de rol van superhelden na 9/11. Ik heb er nooit van gehoord. Een super boos nummer. Dat is helemaal vet. Super boos. Nalde. Nalde. Nalde, voor een prijsvraag van gastenlijn, kleurplaat. Een hele goeie. Als je gewoon kaartjes wil hebben, mag ik museumjaarkaarten weggeven. Dat is leuk voor een prijsvraag. Hoe dan ook. We gaan dit inscannen. En als je die... Als je die inkleurt en opstuurt, dan kan je, maak je kans, de mooiste 5, maak een kans om samen met een vriend of vriendinnetje naar de nachtsalon in het Jood Historisch Museum te gaan. Mail dus gewoon op nacht, www.n8.nl/blog, staat meer informatie. Ja.